We zullen gaan zien dat het ziekenhuis gaat volstromen met coronabesmette cliënten die uiteindelijk geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. En dat maakt dat we op deze afdeling die cliënten hier kunnen gaan opvangen. Verpleegster Teda en haar collega's zijn er klaar voor. Een toestroom aan coronapatiënten in het zorghotel. Een plek waar mensen normaal revalideren van een botbreuk. Ik denk dat het een hele opgave gaat worden. Ik ben wel gewend om een schort te dragen, maar geen masker en spatbril. Het voelt wel een beetje benauwd, moet ik zeggen. Misschien is dat ook nog wennen, dat kan. Maar het voelt ook wel heel veilig. Ja, ik heb wel het idee dat ik goed beschermd ben. We moeten het gewoon gaan ervaren en alle schouders eronder. En we gaan het gewoon klaren, de klus. Ik doe nu de deur dicht om je ook even te laten ervaren wat dit gaat betekenen voor cliënten. Dit is dus de ruimte waar een cliënt zich 24 uur per dag in begeeft. En we weten op dit moment niet of dat voor een paar dagen zou zijn of voor een paar weken. En je kan je voorstellen hoe heftig dat is. Cliënten ontvangen geen bezoek en de enige mensen die ze zien zijn onze zorgmedewerkers. In pak, dus die zien ze ook niet eigenlijk hoe ze normaal zijn. En het zijn allemaal momenten en dat is heel heftig.